Goedemorgen allemaal. Mijn naam is René Boeren, ik ben CTO van Quintor. Dat is Pascal Snippen, collega developer bij ons. En wij hebben hier vorig jaar ook een presentatie mogen geven als keynote. En die ging over continuous delivery met Docker-technologie, met Mesos, Marathon en allemaal van dat soort zaken. Dat hebben we toen de tijd gedaan op een pseudo-cluster. Gevirtualiseerde machines op een grote server die we mee hadden genomen hier het podium op. En daarmee hebben we laten zien hoe we om kunnen gaan met falende machines, rolling updates, schalen van performance, allemaal van dat soort zaken. Maar er waren een aantal collega's van ons en die hadden zoiets van ja, zo'n pseudo-cluster met virtual machines, dat is niet helemaal de limit. We willen verder. Dus die hebben een Raspberry Pi cluster gemaakt. Arjen Wassink, je ziet hem hier, heeft met een aantal collega's dat Raspberry Pi clustertje gemaakt en die hadden we bij ons op de stand staan vorig jaar. En veel van jullie die hier vorig jaar waren, zijn bij onze stand langsgekomen en die hebben ons gevraagd, hey, wat is dat? Wat draait erop? We hebben daar toen Docker Swarm op laten zien en later ook Kubernetes. En die zijn bij ons langsgekomen, kunnen we dat zelf ook maken? Hoe werkt dat? Nou, dat hebben we graag gedeeld. Arjen heeft daar een blog over gemaakt en over de hele wereld zijn er allemaal mensen geweest die allemaal Raspberry Pi clusters hebben gemaakt. Een van de mensen die heel enthousiast was over dit cluster was Ray Tseng. Ray Tseng heeft hier vorig jaar een presentatie gegeven over Kubernetes. En nadat hij klaar was met die presentatie, heeft hij een groot deel van de dag bij ons op de stand doorgebracht om met ons te praten, te filosoferen en te kijken naar dat Raspberry Pi cluster. En Ray is een internationale spreker. Die zou een week later ook op de DevOps een presentatie geven over Kubernetes. En die heeft bij ons de uitdaging neergelegd. Hoe gaaf zou het zijn als jullie in staat zijn om op dat cluster ook Kubernetes te installeren? Hele uitdaging, het is een ARM-architectuur, dus geen x86-architectuur. Dus een aantal mensen hebben een weekendje doorgehaald en die hebben op dat cluster Kubernetes geïnstalleerd. De dinsdag voor DevOps hadden we dat allemaal werkend. We hebben daar een visualisatie voor geschreven om daar een mooie demo van te maken. En op de DevOps hebben we dat samen met Ray gepresenteerd. Een hele leuke sessie. Ook weer vol enthousiasme ontvangen, goed gerated in de feedback die we daarop hebben gekregen. En dat was voor ons en voor Ray eigenlijk aanleiding om diezelfde sessie te gaan geven bij DevOps Marokko, in Atlanta, in Noorwegen, in Duitsland en all over the world. En nou, dat heeft ons geïnspireerd dat jullie zo geïnspireerd zijn. En daar hebben we even een filmpje over gemaakt en die willen we jullie graag even laten zien. The other thing we're doing is using Docker to make our build pipeline super fast. But when we found Docker, it totally made sense. Docker, Docker, Docker. De stand boven bij de uitgang, daar hebben wij ook een clustertje gemaakt met Raspberries. My name is Ray. I am a developer advocate for the Google Cloud Platform. In the hallway, I ran into a group of people from Quintor. And they had this really, really awesome thing, which is a Raspberry Pi cluster. We build a nice stack with Pis, so we have 5 Raspberry Pis running. Everybody here in the room now knows what to ask for Christmas. Dank jullie wel. En het zal jullie niet verbazen, uiteraard hebben we meegenomen om hier op ons nieuwe Raspberry Pi cluster de nodige demo's te gaan geven. Hier staat hij, 40 Raspberry Pis, waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest om daar
niet alleen wat demo-applicaties op te draaien, maar ook allerhande enterprise-applicaties op neer te zetten en te installeren. Gebaseerd op de inspiratie die we hebben opgedaan van ons kleine clustertjes en de dingen die we daarover hebben geleerd tijdens alle sessies en met iedereen die we daarover hebben gesproken, hebben we dit ding gerealiseerd het afgelopen jaar. En voordat we nu zometeen een demo gaan geven en de nodige stekkertjes eruit gaan trekken om te kijken wat er dan allemaal gebeurt als er in een datacenter zoals dit wat servers falen en omvallen, willen we eigenlijk eens even kijken en uitleggen waarom we als Quintor dit nou zulke belangrijke en technologie vinden waar we zoveel tijd en energie in steken en zoveel in investeren om daar meer over te weten. En dat heeft eigenlijk van alles te maken met hoe een deel van de werkzaamheden op dit moment nog gebeurt. En dat is veelal handmatig. Als ik kijk naar, als ik een testomgeving nodig heb, hoeveel tijd en werk daarin zit om zo'n ding in te richten en consistent te houden en de updates op de database te doen. En als er een omgeving omvalt of een applicatie doet het niet, hoeveel handmatig werk erbij komt om dat ding te herstellen. Als er een nieuwe update gedaan moet worden. Ja. Meerdere van jullie zullen net als wij af en toe complete draaiboeken moeten schrijven om een nieuwe versie van een applicatie in productie te krijgen, zodat de beheerders de databases kunnen installeren, de update scripts kunnen uitvoeren, de WAR en de EAR files kunnen deployen en nou, allerlei dingen die daar verder bij komen kijken. Heel veel handmatig werk wat we naar de toekomst toe eigenlijk helemaal niet meer willen doen. We willen eigenlijk dat die wereld gaat veranderen, dat er veel meer geautomatiseerd gaat gebeuren. De term Automate Everything, die hebben jullie vast wel gehoord. En die gaat ook op voor een stukje infrastructuur en deployments. Nou, er is tegenwoordig hele mooie technologie die dat goed mogelijk maakt. Containertechnologie, Docker. Wie van jullie heeft er wel eens het afgelopen jaar met Docker gewerkt? Kijk, dat is al meer een deel van de mensen hier in de zaal. En dat is hartstikke goed dat dat zo snel gaat. Docker zien we natuurlijk bij veel grote bedrijven al gebruikt worden om te zorgen dat er automatisch opgeschaald wordt als de performance toeneemt. Daar hebben we tooling als Mesos en Kubernetes voor. Dat we, als er een node uitvalt, niet een beheerder hoeven te bellen van hey, ga eens even aan het werk om dat te fixen, maar dat we een tool hebben om dat te gaan repareren. Rolling updates. We hebben ze vorig jaar hier laten zien. Het updaten van een applicatie zonder dat de request verloren gaat. Dat soort dingen willen we allemaal geautomatiseerd gaan hebben. Wij hebben onszelf de vraag gesteld van hartstikke leuk. In een testomgeving en een demo-omgeving is dat allemaal hartstikke bruikbaar. Maar de enterprise-applicaties die we nu ontwikkelen bij grote ondernemingen, bij partners die we hier zien bij de NL-JUG, is het nu ook geschikt om die enterprise-applicaties om te zetten naar containertechnologie? Is het slim om die bestaande wereld met JEE-servers en WAR-files en relationele databases, om daarin te investeren om die om te zetten naar Docker-technologie? Nou, we hebben ons die vraag gesteld en ook bedacht van hoe willen wij daar nu een antwoord op hebben? Nou, we zijn bij onze klanten bezig, maar een van de andere dingen die we hebben gedaan is dus geprobeerd om op dit mini-datacenter allerlei zaken in te richten die je nodig hebt voor een enterprise-applicatie en daar diverse enterprise-applicaties ook op te draaien. Kun je afvragen waarom doe je dat nou op een Raspberry Pi cluster? Want ja, die virtuele machine dat werkte ook. En nou, waarom schaf je er niet daar nog een paar van aan en ga je dat in het groot testen? Nou, uiteindelijk zijn we gewoon een stelletje technologie-enthousiasten en hebben we het gewoon heel erg leuk gevonden om dat fysiek met kleine servertjes die problemen op te gaan lossen. Ook met het idee, als het draait op dit soort hardware in zo'n datacenter, dan zal het ook zeker geschikt zijn om te gebruiken in een modern datacenter zoals we dat allemaal in ons dagelijks werk tegenkomen. Nou, om dan wat dieper in te zoomen op het cluster. Wat staat er hier nu eigenlijk in dit mini-datacenter? 40 Raspberry Pis. We zijn klein begonnen en dat is wat opgeschaald. We zijn begonnen met wat Raspberry Pi 2 en daar zijn Raspberry Pi 3 bij ingekomen. Er zitten 7 netwerkswitches in en ook 7 powerbanks om alles met USB te voeden. En er zit 44 meter bekabeling in. Plus nog wat stekkerdozen en dat soort dingen die eronderin zitten. Het zijn allemaal quad-core
machientjes. Dus we hebben 160 cores en in totaal 40 gigabyte aan RAM. 1 gig per machine. Nou, en dan nog 3,5 terabyte aan storage. Dus met recht wel een mini datacentertje te noemen. De grap is dat dit mini datacenter ons ongeveer €2500 heeft gekost. En dat de performance van zo'n cluster met 40 nodes niet zoveel onderdoet van bepaalde testomgevingen die we hier en daar wel eens tegenkomen. Nou, we snappen ook dat dit geen vervanging is voor productie- of testomgevingen in onze dagelijkse projecten. Maar het was wel heel erg leuk om te merken dat het daar qua performance wel mee kan wedijveren. Wat ik wil doen is jullie even een klein stukje meenemen in wat we hebben moeten installeren en gedaan op dit cluster om het enterprise ready te maken. 40 nodes en een aantal van die nodes die hebben we een bijzondere rol gegeven in het cluster. We hebben 3 nodes, die hebben we een Mesos Master gemaakt. Wat Mesos Master doet is eigenlijk het verdelen van de resources die in de rest van het cluster beschikbaar zijn om te bepalen waar welke applicatie kan gaan draaien. En die hebben we in drievoud gedaan, zodat ja, mocht er eentje omvallen, nou, zijn er nog 2 om het over te nemen. Als ingang voor het cluster hebben we een reverse proxy ingericht, HA proxy. Die houdt in de gaten welke applicatie waar op welke fysieke machine aanwezig is, zodat allerlei HTTP-requests, maar ook requests naar een database of naar een JMS-provider, dat die allemaal op de juiste node uitkomen. We hebben dus ook 3 nodes met ActiveMQ ingericht voor JMS-verkeer, ook met een stuk leader election. En ook daar, als er daar eentje uitvalt, zorgt het hele clustermechanisme ervoor dat daar geen berichten verdwijnen. We hebben een MySQL-cluster ingericht. Dat was een hele uitdaging. Nogmaals, het is een ARM-platform. MySQL voor ARM in een clusteromgeving hebben we helemaal zelf moeten compileren en nog wat dingen moeten aanpassen om te zorgen dat dat goed ging werken. Maar dat is nu een master-master-cluster. Dus het is gewoon een hot failover. Als er eentje uitvalt, neemt de rest het gewoon over en zal er geen data verloren gaan. Een Pi heeft SD-kaartjes. Die zijn niet zo snel en niet zo betrouwbaar. Dus we hebben met 3 nodes wat netwerkstorage gemaakt. Die 3,5 terabyte die staat erin wat harddisks en die zorgen eigenlijk alle I.O. voor het hele cluster. Zie het als een SAN of een NAS, hoe je het ook maar wilt noemen. Nou, uiteraard hebben we een Docker registry. Het zijn allemaal Docker containers die over het hele cluster worden verspreid. Die worden verzameld in de registry en daarna worden ze op de Pi's die geen kleurtje hebben gekregen eigenlijk neergezet als worker nodes. En tot slot, de laatste Pi die we nog apart hebben ingericht is eigenlijk de manager van het hele Pi-cluster, waar DHCP en DNS op draait, maar ook Salt om de Pi's allemaal te provisionen. Als er eentje stuk gaat, en dat is ons regelmatig overkomen, willen we niet continu met de hand weer alles configuratiegoed moeten doen, want als je dat 40 keer moet doen, dan weet iedereen dat het nooit 40 keer helemaal gelijk is. Dus ook dat hebben we helemaal geautomatiseerd om gemakkelijk die machientjes uit te kunnen rollen. Straks hebben we een parallel sessie. Dan gaan we met zonder sheets, met allerlei demo's en code, gaan we laten zien wat we zijn tegengekomen, hoe we dit hebben ingericht. Hebben we een flyertje hoe je dit zelf wat kunt doen. En hopen we jullie dat uit te kunnen leggen en wat te inspireren om hier zelf mee aan de slag te gaan. Voor nu willen we graag een demo'tje gaan geven. Ja, wat we willen gaan demoen is, we willen eigenlijk ons cluster gaan belasten. We gaan eigenlijk alle technieken die we net genoemd hebben, die willen eigenlijk een beetje gaan raken. Nou, wat we daarvoor gedaan is, we hebben een applicatie geschreven, een demo-applicatie die we op cluster hebben draaien. En die kunnen we door middel van een HTTP-call, kunnen we daar wat lood op gaan genereren. Om dat een beetje visueel te maken, hebben we daar een dashboardje voor gemaakt, die eigenlijk van alle 40 Pi's laat zien hoeveel CPU de Pi verbruikt en uiteindelijk ook welke Docker-containers er op die Pi draaien. Wat we dan vervolgens gaan simuleren, is dat we een van de nodes uit het datacenter laten verdwijnen. We gaan zo meteen de power cable gaan we eruit trekken. En wat we zullen gaan zien is dat de technologie van Marathon en Mesos ervoor gaat zorgen dat op een van de andere Pi's in het center die Docker-container weer up en running gaat komen en dat die mee gaat draaien in ons cluster.
op het moment dat de Docker-container weer draait, dan zul je ook zien dat die vervolgens actief gaat meedoen en dat de load in ook op die pie flink gaat toenemen. Ik moet er wel bij vertellen, het dashboardje wat we gemaakt hebben, dat is best wel veel, want het zijn natuurlijk voor 40 pies wat informatie. Nu zal ik even laten zien. Dit is op dit moment de status van ons cluster. Je zult zien dat een aantal pies toch wel een beetje load genereren. Nou, dat is ook wel een beetje wat we verwachten. Maar op het moment dat we een HTTP-call op uitvoeren, dan zullen we zien dat de load echt wel flink gaat toenemen. Daar heb ik een scriptje voor gemaakt en die zou het nu moeten gaan doen. We zien nu dat een aantal pies toch echt wel behoorlijk druk gaan krijgen. En dus we hebben nu het load gezet op ons cluster. En wat we nu gaan doen is een van de pies uit ons cluster wegnemen. En dat gaan we doen met nummer 12. Pie nummer 12, die doen nu niet meer mee in het cluster. En dat zien we ook op het dashboardje terugkomen. Hij heeft de status not available gekregen. En wat er nu voor moet gaan gebeuren is dat Marathon door moet gaan krijgen dat die container niet meer meedraait en dat hij opnieuw moet gaan bijschalen. Nou zijn we er gisteren achter gekomen dat Marathon nu eigenlijk een Docker kill probeert uit te voeren omdat hij de health check niet meer kan uitvoeren. Nou, die Docker kill probeert hij uit te voeren op deze pie. Zoals jullie allemaal van kunnen zien zal dat niet gaan slagen. En Marathon heeft daar een default timeout voor gezet van 75 seconden. Dus we zullen 75 seconden moeten wachten voordat Marathon gaat bedenken dat hij inderdaad niet een docker kill kan gaan uitvoeren en dat hij alsnog moet gaan bijschalen. Vorig jaar toen we met Ray Tsang op de DevOps stonden, toen had Ray bedacht, joh, dat is wel een leuk demo effectje om dat even wat tijd te laten duren. Dus we hadden toen een timeout van ik geloof 30 seconden. Dan is 75 seconden best wel lang. Wat we ondertussen, ik heb hier nog een laptop staan, ik kan in ieder geval zien dat Marathon wel al door heeft dat de container niet meer draait. En hij zal zometeen aan Mesos gaan vragen om een stukje resources tot zijn beschikking te krijgen. Om te kijken waar dan, op welke van de pies, hij die Docker container weer gaat draaien. Overigens, hij doet het niet. Doet ja. Het wel? Ah. Dit zijn voor ons ook wel spannende momenten. Er wordt ons ook wel eens afgeraden om dit soort demo's te geven. Wordt ons gevraagd, wat is je backup plan? En we zeggen altijd, die hebben we niet nodig, want het werkt bij ons altijd. Nou, we hebben gisteren wat anders geleerd over een cluster. Deze clustertechnologie is hartstikke geschikt om een node om te laten vallen. Om ergens een stukje te laten falen. Maar clustertechnologie zoals dit is niet geschikt om het volledige cluster kwijt te raken. Het is zo gemaakt dat het zo schaalbaar is dat er altijd een deel van het cluster in de lucht is. Gisteren toen wij hierheen reden in de auto, hebben we geprobeerd om het cluster aan te houden met wat UPS'en en dat soort dingen, maar dat is niet gelukt. Dus het hele cluster was uit, zonder power. En dan zie je dat er een heleboel state wordt bewaard in zo'n cluster om in de gaten te houden wat waar allemaal draait en wat niet. Dus het scherm was niet ons enige concern vanmorgen, maar we hebben het cluster weer in een state weten te krijgen dat die consistent is met elkaar en dat we met allerlei leaders toch de juiste dingen hebben. En dan nog blijft het spannend. Ja, het is heel spannend. Marathon geeft nu de status delayed aan. Dus ik ben bang dat al het werk van gisteravond en vannacht toch niet helemaal geholpen heeft. En dat we niet gaan zien dat de load op de klussen weer tevoorschijn gaat komen. Zo gaat het soms met demo's. Volgende keer gaan we toch een backup plan meenemen. Straks in de parallelsessie gaan we laten zien hoe dit is ontstaan en wat de oorzaak hiervan is. Desondanks,
Ja, hoe red ik me hier nou uit? Desondanks hebben wij gezien dat met alle dingen die we hebben moeten doen, het afgelopen jaar om dit cluster stabiel te krijgen, die enterprise-applicaties daarop te laten draaien, dat het minste werk eigenlijk was om de enterprise-applicaties aan te passen om in een Docker-container te kunnen draaien. Het werk wat we hebben gehad en de problemen waar we tegenaan zijn gelopen, de uitdagingen die we hebben gehad, hebben hem vooral gezeten in het feit dat we de challenge hebben opgepakt om dit op een Raspberry Pi cluster te gaan draaien. En het feit dat wij diverse, een stuk of 10 enterprise applicaties werkend hebben gehad op een Raspberry Pi cluster zoals dit, een cheap datacenter met niet al te betrouwbare hardware, om het even zachtjes uit te drukken, heeft ons echt gesterkt in de mening dat dit technologie is die ontzettend goed toe te passen is voor de projecten waar we dagelijks mee bezig zijn. En het grote voordeel om dit soort dingen in Docker te gaan zetten is dat het deployen van een applicatie op een server met een Docker-container wordt eigenlijk net zo gemakkelijk als het deployen van een appje op je telefoon of het installeren van een appje op je telefoon of tablet. Lever de container aan een beheerder en wij als developers zullen die containers moeten maken en zullen moeten gaan aanleveren aan de beheerders om te zorgen dat die beheerders eigenlijk alleen nog maar hoeven om te gaan en kennis hoeven te hebben van hoe werk ik met containers. Wat er in die container zit, wordt ineens een stuk minder ingewikkeld voor ze en minder belangrijk voor ze. Geef ze wat containers en ze kunnen dat op hun eigen platform en datacenter neer gaan zetten. De boodschap die we jullie mee willen geven is eigenlijk: investeer erin, ga hiermee aan de slag en laten we kijken of we volgend jaar iedereen met Docker hebben kunnen laten werken. Naast onze parallelsessie zometeen hebben we vanmiddag om half vier, nog een presentatie van onze collega David Stibbe over Scala.js en wat de lol daarvan is. En dat is hartstikke leuk, geloof me. Mocht je meer willen weten over dit cluster, een flyertje willen hebben over de gebruikte technologieën, hoe we dit hebben ingericht, tegenover de uitgang boven van het Expo Theater staat onze stand, daar staat het cluster, daar staan wij voor allerlei vragen en daar hebben we de nodige informatie over het geheel. Bedankt voor jullie aandacht. Volgende week is de DevOps in Antwerpen. Ik hoop dat we jullie daar nog tegenkomen. We hebben daar 's avonds een kroegje afgehuurd in Antwerpen. Vind het leuk om met ons nog een biertje te komen drinken, om het over dit of over andere dingen te hebben. We zien jullie graag volgende week in Antwerpen. Dank jullie wel.